Het proces. Een hoorspel in 5 delen van John Beringen naar het gelijknamige boek van Franz Kafka. Vandaag het 5e en laatste deel, het vonnis. Het punt is alleen dat de lagere rechters niet het recht hebben om u volledig vrij te spreken. Dat mag alleen de allerhoogste rechter, die door niemand gekend wordt. Die door niemand gekend wordt? Precies. Dat houdt dus in dat u tijdelijk bent onttrokken aan de aanklacht. Maar dat deze altijd als een zwaard boven uw hoofd blijft hangen. Uw dossier blijft dan circuleren tussen de lagere en de hoogste rechtbank. Op zeker moment volgt dan weer een bevel tot arrestatie. Dat kan een kwestie van dagen, maar ook van maanden, zelfs jaren zijn. Dan begint dus alles weer opnieuw. Is er voor de tweede schijnbare vrijspraak meer moeite vereist dan voor de eerste? Daar is niets over te zeggen. We moeten ervan uitgaan dat omstandigheden zijn veranderd die een andere aanpak vereisen om voor de tweede keer vrijgesproken te worden. Maar de nieuwe vrijspraak is natuurlijk ook weer niet definitief. Natuurlijk niet. Op de tweede vrijspraak volgt een derde arrestatie. Op de derde vrijspraak weer een vierde arrestatie. Enzovoort, enzovoort. Dat is alleen begrepen in de term schijnbare vrijspraak. Ja. De schijnbare vrijspraak is in uw ogen kennelijk niet voordelig. Misschien spreekt de vertraging u meer aan. Hoe werkt dat precies? De vertraging houdt in dat het proces voortdurend in het laagste stadium wordt gehouden. Daarvoor is het echter wel noodzakelijk dat de aangeklaagde, maar vooral de helper, steeds in contact blijft met de rechtbank. Daar is niet zozeer inspanning voor nodig, als wel oplettendheid. Men moet gewoon de lagere rechters gunstig gezind houden. Die kunnen daardoor de hoogste rechter weer positief beïnvloeden. Ook op deze manier blijft de aangeklaagde eeuwig achtervolgd. Nu stelt u het weer te zwart-wit. Weliswaar is dit in zekere zin gelijk aan de schijnbare vrijspraak, maar de vertraging was voordeel. De aangeklaagde, ondanks alles, dat hij haast evenzeer tegen een veroordeling is beschermd, alsof hij vrij was. Dat is een pluspunt omdat de toekomst minder onzeker is. Men kan immers niet meer onaangenaam verrast worden door een nieuwe arrestatie. Aan de andere kant kleeft ook weer een nadeel aan dat men niet mag onderschatten. Het proces kan niet stilstaan zonder dat er althans schijnbare redenen voor aanwezig zijn. Er moet dus naar buiten toe altijd iets gebeuren. Bepaalde regelingen moeten getroffen worden, de aangeklaagde moet worden verhoord, er moeten onderzoeken plaatsvinden, enzovoort. Met andere woorden, het proces moet voortdurend draaiende gehouden worden. En wel in het kringetje waartoe het kunstmatig is beperkt. De praktijk leert dat het minder ingewikkeld is dat op het eerste gezicht wel lijkt. Ik zal over dit alles goed nadenken. Nu moet ik helaas weer weg omdat ik vandaag veel te doen heb. Houd je gewoon voor ogen dat beide methodes een veroordeling beletten. Ze beletten ook de ware vrijspraak. U heeft de kern van de zaak begrepen. Dat u op dit moment geen beslissing neemt, vind ik heel juist. Ik zou u zelfs hebben ontraden om meteen een beslissing te nemen. Men moet alles precies afwegen. Aan de andere kant mag men ook weer niet te veel tijd verliezen. Ik kom gauw weer terug. Dan moet u beslist doen. Anders kom ik bij u langs op de bank om te informeren naar uw keuze. K. had het besluit genomen om geen gebruik meer te maken van de diensten van de advocaat Hult. Even had hij overwogen om dat schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken, maar had beide mogelijkheden verworpen omdat hij wilde zien hoe de advocaat zou reageren. Hij had op de bank lang moeten doorwerken, zodat hij pas na 10 uur 's avonds bij de advocaat voor de deur stond. Na de tweede keer bellen verschenen er 2 ogen voor het kijkraampje. Het waren echt niet de ogen van Leni. "Hij is het," hoorde hij de persoon zeggen. Vervolgens deed deze de deur open. K. stapte brusk naar binnen en zag nog net hoe Leni, voor wie de waarschuwing kennelijk bedoeld was, in haar hemd wegliep door de gang tussen de kamers. De man die had opengedaan was vrij mager en had een lange baard. Bent u hier in dienst? Nee, ik hoor hier niet. De advocaat is alleen mijn verdediger. Ik ben hier voor een rechtskwestie. U loopt hier anders gewoon in hemdsmouwen rond. Of is Leni soms uw maîtresse? Och nee, meneer. Wat haalt u in uw hoofd? U ziet er geloofwaardig uit. Hoe heet u eigenlijk? Mijn naam is Blok, zakenman van beroep. Is dat uw echte naam? Jazeker. Waarom twijfelt u daaraan? U zou een reden kunnen hebben om uw echte naam te verzwijgen. Maar vertel me waar Leni zich heeft verstopt. Verstopt?
Ze zou wel in de keuken zijn om een soepje voor de advocaat te koken. Breng me naar haar toe. Volgt u mij maar. Goedenavond, Jozef. Goedenavond. Meneer Blok, gaat u alstublieft even zitten. Leni, wie is die man? Het is een stakker. Een arme zakenman, ene Blok. Kijk maar eens goed naar hem. Je liep in je hemd. Is hij een minnaar? Geef me antwoord. Kom mee naar de studeerkamer, dan zal ik je alles uitleggen. Nee, ik wil graag dat je het hier uitlegt. Je bent toch zeker niet jaloers op meneer Blok? Rudy, help me alsjeblieft, je ziet dat ik verdacht word. Ik zou niet weten waarom je jaloers zou zijn. Ik weet het eigenlijk ook niet. Laat hem nu maar. Je ziet toch wel wat van vent dat is. Ik heb me een beetje over hem ontfermd, omdat hij een belangrijke cliënt van de advocaat is. Verder nergens om. En jij? Wil je vandaag nog een onderhoud met de advocaat hebben? Hij is vandaag erg ziek, maar als je wilt, dien ik je toch aan. Maar vannacht blijf je bij mij. Je bent er zo lang niet hier geweest. Zelfs de advocaat heeft naar je gevraagd. Je moet je proces niet verwaarlozen. Zeg het maar. Moet ik je eerst aandienen of hem eerst de soep brengen? Dien me eerst maar aan. Of nee, breng hem eerst maar de soep. Laat hem eerst maar iets versterkends gebruiken voordat ik met hem praat. Daar zal hij behoefte aan hebben. U bent dus ook een cliënt van de advocaat. Wat heeft u daarmee te maken? Hou je alsjeblieft stil. Ik breng hem dus eerst de soep, dan heb je alleen wel kans dat hij in slaap valt. Na het eten valt hij altijd gauw in slaap. Wat ik hem te vertellen heb, zal hem wakker houden. Nou ja, ik zal je direct na het eten aandienen, zodat ik je gauw mogelijk terug heb. Ga nou maar. Wees toch een beetje aardiger. Peinzend keek K hoe Leni met het bord de keuken uitliep en bedacht zich dat het besluit om de advocaat af te zeggen zo snel mogelijk diende te geschieden. Hoe eerder hoe beter, want des te meer schade zou er voorkomen worden. Wellicht zou de zakenman hem nog iets naders hierover kunnen zeggen. Hij ging tegenover Blok aan de keukentafel zitten en begon een gesprek met hem. Bent u al een oude cliënt van de advocaat? Ja, een hele oude cliënt. Hoeveel jaar behartigt hij uw belangen dan al? Ik weet niet hoe u dat bedoelt. Op het zakelijk vlak, ik ben namelijk graanhandelaar, vertegenwoordigt de advocaat mij al 20 jaar. Ik denk echter dat u op mijn proces doet en daarin staat hij mij ruim 5 jaar bij. De advocaat neemt dus ook gewone rechtszaken aan? Jazeker, maar ik vraag u dringend om mij niet te verraden. Natuurlijk niet, ik ben geen verrader. De advocaat is namelijk wraakzuchtig, ziet u. Tegen een trouwe cliënt zal hij heus niets doen. Oh jawel, als hij opgewonden is, kent hij geen verschillen. Overigens ben ik hem niet echt trouw. Hoezo dan niet? Ik wil het u wel vertellen, maar dan moet u mij ook een geheim vertellen, zodat we tegenover de advocaat borg voor elkaar staan. U bent erg voorzichtig, maar ik zal u een geheim vertellen dat u zal geruststellen. Waarin bestaat uw ontrouw jegens de advocaat? Ik heb nog andere advocaten. Zo erg is dat toch niet? Hier wel, het mag niet. En zeer zeker mag je niet naast een zogenaamde advocaat nog een zaakwaarnemer hebben. En dat heb ik gedaan. Ik heb buiten hem nog 5 zaakwaarnemers. 5? 5 advocaten behalve hem? Ja, en ik ben nu nog met de 6e in gesprek. Maar waarom heeft u zoveel advocaten nodig? Omdat ik daar eenmaal nu onderuit kom. Zou u me dat eens willen uitleggen? Natuurlijk. Kijk. In de eerste plaats wil ik mijn proces niet verliezen. Ik heb dan ook alles wat ik bezit gebruikt voor mijn proces. Zo heb ik bijvoorbeeld het hele kapitaal aan mijn zaak onttrokken. Vroeger besloegen de kantoorruimte van mijn zaak bijna een hele verdieping. Nu heb ik genoeg aan een hokje in een achterhuis waar ik met een leerjongen zit te werken. Deze achteruitgang is natuurlijk niet alleen te wijten aan de onttrekking van het geld, maar nog meer aan de onttrekking van mijn arbeidskracht. Als je iets doen wil voor je proces, kun je niet veel met anders bezighouden. Dan moet u mij dus iets meer kunnen vertellen over de rechtbank. Daarover kan ik nu juist weinig mededelen. Ik ben er uiteraard vaak geweest in de hoop toelichtingen te geven of besprekingen te voeren. Maar het is tot dusver een ijdele hoop gebleken. Alleen al het zitten en het wachten is haast niet te doen. U kent toch zelf de bedompte lucht van de griffieburelen? Hoe weet u dat ik daar geweest ben? Ik was net in de wachtkamer toen u langskwam. Wat een toeval. U heeft mij dus gezien. Ja, ik ben er inderdaad geweest. Nou, zo'n groot toeval is dat niet. Ik zit daar vrijwel elke dag. Ja, ik zal er nu waarschijnlijk ook vaker heen moeten gaan. Dat denk ik ook.
Maar u moet er wel ernstig rekening mee houden dat de aanwezigen in de wachtkamer zich bedienen van allerlei rare soorten bijgeloof. Eén wonderlijk bijgeloof is bijvoorbeeld dat velen denken dat uit het gezicht van de aangeklaagde, en dan in het bijzonder uit de lijn van de lippen, de afloop van het proces kunnen opmaken. Iemand die naast mij zat heeft mij laten weten dat hij aan uw lippen kon zien dat u snel veroordeeld zou worden. Mijn lippen? Wat zou daaraan te zien kunnen zijn? De mensen halen zich de gekste dingen in hun hoofd. Zo kunt u dat wel zeggen, ja. Ik moet trouwens opmerken dat al dat wachten op mij overkomt als iets volkomen nutteloos. Het wachten is niet nutteloos. U bent een nieuweling, is het niet? Want uw proces is slechts een half jaar oud. Zo is mij dat tenminste verteld. U zult waarschijnlijk wel blij zijn dat uw proces al in een vergevorderd stadium is. Ja, ik heb mijn proces al 5 jaar rondgezult. En dat is geen geringe prestatie. Ik herinner me nog precies de tijd dat mijn proces net zo oud was als dat van u. Ik had toen alleen nog deze advocaat, maar was niet erg tevreden over hem. Er gebeurde weinig tot niets. Er werden wel instructies gehouden. Ik verscheen elke keer, vergader materiaal en legde vaak mijn boekhouding voor aan de rechtbank. Later hoorde ik dat dat helemaal niet nodig was. Ik kwam ook vaak bij deze advocaat en hij diende verscheidene verzoekschriften in. Verscheidene verzoekschriften? Dat vind ik erg belangrijk. In mijn geval is hij nog steeds met het eerste verzoekschrift bezig. Hij heeft nog niets gedaan. Ik begrijp nu dat hij mij schandelijk verwaarloost. Dat uw verzoekschrift nog niet klaar is, kan heel veel gerechtvaardigde oorzaak hebben. Een bereidwillige ambtenaar bij de rechtbank heeft mij er eens een laten lezen. Was wel erg geleerd allemaal, maar er stond eigenlijk niets in. Om te beginnen veel Latijn. Pagina's vol met algemene beroepen op de rechtbank. Vervolgens vleierijen, bestemd voor de ambtenaren. En daarna zelf aanprijzingen van de advocaat, die daarbij als het ware door het stof kroop voor de rechtbank. Het geheel werd afgesloten door analyses van gevallen uit vroegere tijden die veel op mijn zaak leken. Wel moet ik zeggen dat die analyses erg zorgvuldig waren uitgevoerd. En ik wil op grond van dit ene verzoekschrift geen algemeen oordeel vellen, maar ik vond toen gewoon dat er geen voortgang in mijn proces was. Wat voor een voortgang had u willen ontdekken? Nu ben ik er pas achter dat je in een procedure maar zelden voortgang zult bespeuren. Maar dat wist ik toen nog niet. Het geheel moest volgens mij of ten einde lopen of althans een stijgende lijn vertonen. In plaats daarvan waren er alleen maar verhoren die steeds dezelfde inhoud hadden. Als ik hierover mijn beklag deed tegen deze advocaat, gaf hij uitgebreide verklaringen. Maar ondertussen begon het proces danig tegen mij te werken. Binnen mijn familie en mijn zakenvrienden begonnen gaandeweg geruchten te komen dat ik in een proces verwikkeld was. Dat zonder enig zicht op een rechtszitting plus uitspraak. Daarom heb ik in de tijd meer advocaten bij de zaak betrokken. Wat zitten jullie bij elkaar? Hij wilde dat ik hem vertelde over mijn proces. Heb je mij al aangediend? Natuurlijk. De advocaat wacht al op je. Ga nu maar, met Blok kun je later nog praten. Hij blijft hier. U blijft hier? Hij slaapt hier. Wat zeg je? Ja, niet iedereen wordt als jij op elk willekeurig uur toegelaten bij de advocaat. Met meneer Blok is het zo dat hij direct beschikbaar moet zijn als de advocaat hem wil ontvangen. Daarom is hij voortdurend hier om geen gelegenheid mis te lopen. Maar jij schijnt alles wat je vrienden voor je doen op te vatten als iets vanzelfsprekends. Hij ontvangt mij omdat ik zijn cliënt ben. Meer steekt er niet achter. Wat doe je lelijk vandaag. Meneer K., u bent uw belofte vergeten. U zou mij nog een geheim vertellen. Dat is waar ook. Luister dan maar goed. Het is eigenlijk geen geheim meer. Ik ga nu naar de advocaat om hem op te zeggen. Hij zegt hem op. Hij zegt de advocaat op. Ja, en dat ga ik nu doen. Jozef, wacht toch. Nee, ik wacht niet meer. Ik wacht al heel lang op u. Ik ga zo meteen weer weg. Voortaan zal ik u op dit late uur niet meer binnenlaten. Nou komt u aan mijn wensen tegemoet. Maar gaat u toch even zitten. Zag ik het goed dat u de deur afsloot? Ja, dat deed ik voor Leni. Was ze weer opdringerig? Opdringerig? Ja, ze schijnt nogal gecharmeerd te zijn van aangeklaagden. Oh? En misschien zijn aangeklaagden in zekere zin ook wel mooi te noemen. Zelfs die Blok, dat miserabele onderkruipsel. Maar laten we het over u hebben.
Bent u vandaag met een speciale bedoeling bij me gekomen? Ik kom u zeggen dat ik u met ingang van heden niet meer als mijn verdediger wens. Versta ik dat goed? Ik veronderstel van wel. Nou, over dat plan kunnen we ook praten. Het is geen plan meer. Maar laten we de zaak niet overhaasten. Er is geen enkele sprake van overhaasten. Het is goed overdacht en misschien zelfs veel te lang. Het besluit is definitief. Dan mag ik wellicht een paar woorden nog zeggen. Zoals u hoogstwaarschijnlijk weet, is uw oom een goede vriend van mij. Ook van u ben ik in de loop der tijden gaan houden. Daar kom ik rond vooruit. Ik hoef me daarover niet te schamen. Ik dank u voor uw vriendelijkheid, maar ik ben van mening dat er krachtiger dient te worden ingegrepen dan tot dusver het geval is geweest. Ach, ik begrijp het al. U bent ongeduldig. Ik ben niet ongeduldig. U weet net zo goed als ik dat ik weinig zorgen over het proces had toen ik hier samen met mijn oom bij u kwam. Dat veranderde echter drastisch toen u zich ermee bemoeide. Vanaf dat moment heb ik alleen nog maar meer zorgen gekregen. Met steeds grotere spanning wacht ik uw ingrijpen af. Maar dat bleek tevergeefs. Ik mag toch wel mededelingen van u hebben gekregen over de rechtbank die ik anders nooit van iemand anders had kunnen krijgen. Maar daar heb ik niet genoeg aan als het proces mij ongezien steeds meer in het nauw brengt. Oh ja, vanaf een bepaald punt gebeurt er ook niks nieuws meer. U zou eens moeten weten hoeveel cliënten er voor mij gestaan hebben die met precies dezelfde verwijten kwamen. Dan hebben al die mensen net zo gelijk gehad als ik. Alleen had ik van u een beter oordeel verwacht, omdat ik u een diepere kijk op het rechtswezen en mijn activiteiten heb gegeven. En dan moet ik beleven dat u niet genoeg vertrouwen in mij hebt. U maakt het mij niet makkelijk. De advocaat sprak nog een hele tijd door. Het was een betoog dat hij voor zichzelf hield en waarin hij probeerde duidelijk te maken dat K. het allemaal verkeerd beoordeelde. Toen hij eindelijk klaar was, stond K. op. Wat bent u van plan om te doen als u mij blijft verdedigen? Doorgaan met wat ik al aan het doen ben. Maar laat ik nog één poging doen om u van uw ongelijk te overtuigen door u te tonen hoe andere beklaagden hebben worden behandeld. Opent u alstublieft de deur en roept uw blok naar binnen. Zoals u wilt. Leni, de advocaat wil dat meneer Blok hier komt. Ja? Meneer Blok, komt u verder? De advocaat wil met u spreken. Waarover? Je komt ongelegen, Blok. U heeft mij toch laten roepen? Ja, je bent geroepen, maar toch kom je ongelegen. Zoals altijd. Wilt u dat ik wegga? Nee, je bent hier nou eenmaal, dus je blijft hier. Ik ben gisteren bij de derde rechter geweest. Een heel goede vriend van mij. En ik heb jou zo geleidelijk te sprake gebracht. En wil je nou weten wat hij zei? Ja, maar natuurlijk. Wie is jouw advocaat? U bent het. En buiten mij? Niemand buiten u. Luister dan ook naar niemand anders. Zeker, meneer de advocaat. Nou, meneer Blok, uw slaafsheid gaat u erg makkelijk af. Ik zou haast zeggen, heel natuurlijk. U mag niet zo tegen mij praten, dat is ontoelaatbaar. Waarom beledigt u mij? En nog wel in het bijzijn van de advocaat, waar we allebei, u en ik, alleen uit barmhartigheid worden geduld. Meneer de advocaat, heeft u het gehoord hoe deze man tegen mij gesproken heeft? U kunt de uren van zijn proces tellen en nu wil hij mij, een man die 5 jaar proces achter de rug heeft, de les lezen. Hij beledigt mij. Trek je van niemand wat aan en doe wat je juist acht. Meneer K. zou u mij een dienst willen bewijzen en Leni even binnen willen roepen? Ik wil haar even iets vragen. Natuurlijk. Leni! Ja? Kom even binnen. Meneer de advocaat wil je iets vragen. Oh. Leni, vertel mij eens. Hoe heeft meneer Blok zich vandaag gedragen? Hij was rustig en ijverig. Wat heeft hij de hele dag gedaan?
Om te voorkomen dat hij mij in de weg zou lopen, heb ik hem opgesloten in het dienstbodenkamertje waar hij toch meestal zit. En heeft hij gestudeerd? Ja, ik heb af en toe door het luikje gekeken en gezien dat hij voortdurend in de boeken zat te lezen die je hem hebt geleend. Ja, ja. Je moet weten dat de rechter zich niet gunstig over hem heeft uitgelaten. Niet gunstig, zegt u? Dat heb je goed verstaan. En dan druk ik me nog mild uit. Ja, maar meneer de advocaat, ik... Blok, hou je mond en luister naar wat meneer de advocaat te vertellen heeft. K. kreeg de opdracht om een Italiaanse zakenvriend van de bank in de stad rond te leiden langs een aantal monumenten. Onder andere omstandigheden zou hij dat als een grote eer hebben beschouwd. Alleen nu aanvaarde hij de opdracht met tegenzin. Veel liever had hij zich in zijn proces verdiept. Er was afgesproken dat hij de Italiaan in de kathedraal om 10:00 zou ontmoeten. K. zorgde dat hij ruimschoots op tijd was en wachtte geduldig af. De minuten kropen langzaam voorbij. Om 11:00 besefte hij dat het geen zin meer had om nog langer te wachten. Misschien was de man wel onverwachts verhinderd of had hij een ongeluk gehad. Net toen K. wilde opstaan om weer naar buiten te lopen, beklom een geestelijke de kansel. Jozef K. Wat? Jij bent Jozef K. Ja, dat klopt. En je bent aangeklaagd. Ja, dat is mij medegedeeld. Dan ben jij degene die ik zoek. Ik ben de aalmoezenier van de gevangenis. En ik heb je hierheen laten komen om met je te praten. Dat wist ik niet. Ik ben hier naartoe gekomen om een Italiaan te ontmoeten. Laat die bijzaken maar achterwege. Weet je dat je proces er slecht voor staat? Ik geloof het ook. Ik heb erg mijn best gedaan, maar tot nog toe zonder resultaat. Maar ja, ik heb mijn request ook nog niet klaar. Hoe stel je de afloop voor? Vroeger dacht ik dat het wel goed moest aflopen, maar nu twijfel ik eraan. Weet u het soms? Nee, maar ik ben bang dat het slecht afloopt. Je wordt voor schuldig gehouden. Je proces zal misschien helemaal niet verder komen dan de lage rechtbank. Men beschouwt althans voorlopig je schuld als bewezen. Maar ik ben niet schuldig. Dat is een vergissing. Hoe kan een mens trouwens eigenlijk schuldig zijn? We zijn hier toch allemaal mensen, de een zo goed als de ander. Dat is juist, maar zo spreken gewoonlijk de schuldigen. Heeft u ook een vooroordeel ten aanzien van mij? In het geheel niet. Dank u. Dat is namelijk wel het geval bij alle anderen die bij de procedure betrokken zijn. Ze beïnvloeden daarmee ook mensen die daarmee niets te maken hebben. Mijn positie wordt steeds moeilijker. Je begrijpt de feiten verkeerd. Het vonnis komt niet ineens, maar de procedure gaat geleidelijk over in het vonnis. Zo gaat het dus. Wat wil je als volgende stap in je zaak ondernemen? Ik wil nog hulp zoeken. Er moeten meer mogelijkheden zijn. Je zoekt te veel hulp van buitenaf en dan vooral van vrouwen. Merk je dan niet dat het niet de juiste hulp is? Tot op zekere hoogte zou ik u gelijk kunnen geven. Maar volgens mij hebben vrouwen een grotere macht. Als ik een paar vrouwen die ik ken ertoe zou kunnen bewegen gemeenschappelijk voor mij op te treden, zou ik iets moeten bereiken. Vooral bij deze rechtbank, die haast uitsluitend uit rokkenjagers bestaat. Als je de rechtercommissaris uit de verte een vrouw laat zien, loopt hij in zijn haast om op tijd bij haar te komen, de tafel en de verdachte omver. Er viel een lange stilte. De geestelijke begon één voor één de kaarsen te doven die op het spreekgestoel te branden. Jozef K. vermoedde dat hij met zijn laatste uiteenzetting de geestelijke wellicht had geschokt. Het was niet mijn bedoeling om u te kwetsen. Wil je het dan niet begrijpen? Begrijpen? Zou u niet naar beneden kunnen komen, zodat we er rustig over kunnen spreken? Ja. Ja, ik kan nu wel bij je komen. Ik moest eerst op een afstand met je praten. Ik laat me anders te gemakkelijk beïnvloeden en vergeet mijn ambt. U bent erg vriendelijk voor me. Ik stel meer vertrouwen in u dan in iemand anders van de rechtbank. Vergis je niet? In welk opzicht zou ik me vergissen? Je vergist je in de rechtbank.
In de inleidende teksten tot de wet staat er over die vergissing het volgende. Voor de wet staat een deurwachter. Bij de deurwachter komt een buitenman en verzoekt om toegang tot de wet. Maar de deurwachter zegt dat hij hem nu geen toegang kan verlenen. De man denkt na en vraagt dan of hij er later dus wel in zou mogen. Dat is mogelijk, zei de deurwachter, maar nu niet. Omdat de poort naar de wet altijd open staat en de deurwachter een eindje opzij gaat, bukt de man zich om door de poort naar binnen te kijken. Zodra de deurwachter dat merkt, lacht hij en zegt: als het je zo aanlokt, probeer dan toch ondanks mijn verbod naar binnen te gaan. Maar onthoud goed dat ik erg machtig ben en ik ben alleen maar de onderste deurwachter. Van zaal tot zaal staan de andere deurwachters, de een nog machtiger dan de ander. De derde kan ik al niet eens meer recht aankijken. En hierop besluit de buitenman geduldig af te wachten, waarop hij van de deurwachter een krukje krijgt. Daar zit hij dagen en jaren. Hij doet allerlei pogingen om te worden toegelaten en vermoeit de deurwachter met smeekbedes. De deurwachter onderwerpt hem dan een kleine verhoren die steeds weer eindigen met de mededeling dat hij de buitenman nog niet kan binnenlaten. Uiteindelijk is de wachtende man stervende. Inmiddels oud geworden, komt hij tot die ene vraag die zich door zijn jarenlange ervaringen geleidelijk aan heeft gemanifesteerd. En met een zwakke stem stelt hij tenslotte die vraag. Hij vraagt: iedereen probeert toch de wet te bereiken. Hoe komt het dan dat in al die jaren niemand buiten mij toegang heeft verzocht? De deurwachter ziet dat de man bijna dood is en antwoordt dan snel: hier kon niemand anders worden toegelaten, want deze ingang was alleen voor jou bedoeld. Ik ga hem nu sluiten. De deurwachter heeft die man dus misleid. Wees niet voorbarig met je conclusie. Ik heb je het verhaal verteld zoals het in de tekst staat. Over misleiding wordt niet gesproken. Duidelijk is het wel, want de deurwachter heeft de verlossende mededeling pas gedaan toen de man er niets meer aan had. Het werd er niet eerder gevraagd. Je moet ook bedenken dat hij mijn deurwachter is en als zodanig zijn plicht heeft vervuld. Waarom denkt u dat hij zijn plicht vervuld heeft? Dat heeft hij niet gedaan. Zijn plicht was misschien alle vreemdelingen tegen te houden, maar deze man voor wie de ingang bedoeld was, had hij moeten binnenlaten. Je hebt niet genoeg eerbied voor de tekst en verdraait het verhaal. Het verhaal bevat over de toegang van de wet twee belangrijke verklaringen van de deurwachter. Eén aan het begin en één aan het eind. De ene passage luidt dat hij hem nu geen toegang kan verlenen. En de andere: deze ingang was alleen voor jou bedoeld. Als er tussen die twee verklaringen een tegenstrijdigheid bestond, dan zou je gelijk hebben en dan had de deurwachter de man inderdaad misleid. Nu bestaat er echter geen tegenstrijdigheid. Integendeel, de eerste verklaring verwijst zelfs naar de tweede. En zuiver doordat de buitenman zijn laatste vraag niet eerder stelde, werd hij niet misleid. Zo staat het in de tekst. Aan de vooravond van zijn 31ste verjaardag, om 9 uur om precies te zijn, kwamen er twee heren bij Ka thuis. Ze verzochten hem mee te gaan. Eenmaal buiten namen ze hem een greep waaruit geen ontsnappen mogelijk was en leidden hem naar de steengroef net buiten de stad. Tijdens deze lange tocht moest Ka terugdenken aan twee belangrijke zaken. Waar was de rechter die hij nooit had gezien? En waar was de hoge rechtsinstantie, waartoe hij nooit was doorgedrongen? Op het moment dat de twee zwijgzame mannen op de grond drukten, dacht hij terug aan alle macabere ontwikkelingen van het afgelopen jaar. U had een uur en 5 minuten geleden hier moeten zijn. U heeft al genoeg commotie veroorzaakt. We moeten gewoon niet zo zwaar aan tillen. Wil je het dan niet begrijpen? U bent volkomen abuis. Nee, meneer, daar trap ik niet in. U bent ongeduldig. Daar gaat u last mee krijgen. Hij zegt de advocaat op. Nu ben je van mij. Zijn gedachten stonden stil toen een van de mannen een vlijmscherp mes in zijn borstkas drukte en de 2 keer omdraaide. Afgemaakt als een hond, schoot het door zijn hoofd.
Het vonnis. Dit was het vijfde en laatste deel van Het proces. Een hoorspel in vijf delen naar het gelijknamige boek van Franz Kafka. De rolverdeling. Jozef K., Ben Fust. Titorelli, Gerard Schot Gerrits. Blok, Ronald Ernst. Leni, Wenda Lamme. Advocaat Hult, Leon Povel. En ik speelde de rol van Aalmoezenier en ben de bewerker en de regisseur van dit hoorspel. Het proces is een productie van het Genootschap van de 12e september en is opgedragen aan Janneke Duns.